Welkom in deze Te gekke Wiskunde Academie. We gaan het hier hebben over die gekke borden die je altijd maar tegenkomt in het landschap op het moment dat je in een heuvelachtig of een bergachtig landschap rijdt. Die borden waarop staat 5%, 10%. Die borden met hellingspercentage. Wat wordt er nou mee bedoeld? Want dan rij je op een heuvel, maar hoe weet je nou hoe stel je op die heuvel rijdt? En. Om te begrijpen wat die nou precies gaat is, gaan we even de relatie terugleggen naar waar we eigenlijk al hellingen tegenkomen, waar we eigenlijk al stijgingen tegenkomen. En die stijgingen komen natuurlijk in de wiskunde tegen in functies of in lijnen of in formules. Dus lijnen die stijgen. En wat voor stijgende lijnen zijn? er? Nou, op het moment dat het een rechte lijn is, zijn dat natuurlijk lineaire formules. En in dit geval is de vraag. Waar wordt nou die stijlheid van die lijn door gegeven? Wat geeft nu in een lineaire formule, dus op het moment dat we hier een assenstelsel doorheen tekenen, wat zorgt er nu voor dat die lijn stijgend is? Als je naar de lineaire formule gaat kijken. Nou, Dit wordt altijd gegeven door de richtingscoëfficiënt van de lijn. De richtingscoëfficiënt geeft eigenlijk de stijlheid of richting van de lijn aan. En hoe berekenen we ook weer de richtingscoëfficiënt? Die berekenen we altijd door de verticale verplaatsing gedeeld door de horizontale verplaatsing. Nou, op dezelfde manier heb je hier kan je ook weer de stijlheid van een helling aangeven. En de stijlheid van een helling noemen we ook wel het hellingsgetal. Maar hoe berekenen we het hellingsgetal? Eigenlijk vrijwel identiek als de richtingscoëfficiënt. De, het hellingsgetal berekenen we namelijk door de verticale verplaatsing. Te delen door de horizontale verplaatsing. Dus stel dat we hier een helling hebben die zich uitstrekt over 800 meter en in die 800 meter eigenlijk 40 meter omhoog gaat. Wat is dan het hellingsgetal wat voor deze helling van toepassing is? Nou, dat is dus in dit geval dus 40 gedeeld door 800 en dan komen we uit op 0,05. Dat is het hellingsgetal. Maar nu hebben we nog steeds niet dat percentage. Hoe vinden we nou ook weer het percentage? Hoe vind ik je überhaupt een percentage als je een decimaal getal hebt? Nou, elk decimaal getal schrijf je onder naar een percentage als je het keer 100% doet. Dus het hellingspercentage, wat is het hellingspercentage voor deze helling? Nou, dat is 0,05 keer 100%. En dan komen we dus uit op 5% hellingspercentage. Nou, even alles kort nog even samenvattend. Op het moment dat we dus een, een helling hebben, en waarbij we dus b opzij gaan en a omhoog gaan, dan kunnen we dus het hellingsgetal hiervan uitrekenen door de verticale verplaatsing a te delen door de horizontale verplaatsing b. En als we dus het hellingsgetal hebben, hoe gaan we dan nou naar het hellingspercentage? Nou, dat doen we dus door keer 100% te doen. Stel dat je nu het hellingspercentage hebt, maar je wil het hellingsgetal hebben, dus de verhouding tussen verticaal en horizontaal, dan deel je dus juist door duizend. Nou, dit wetende kunnen we dus eigenlijk ook hellingspercentage direct uitrekenen. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als verticaal gedeeld door horizontaal en dan keer 100%. Eigenlijk zoals je normaal gesproken ook percentage uitrekent. Nou, dit was de uitleg over hellingspercentage en hellingsgetal. Ja, en wil je meer weten? Waar kunnen we dan naartoe gaan? We kunnen natuurlijk naar Facebook of Twitter of YouTube of Wiskunacademy. Natuurlijk.